Welkom, vandaag gaan we het hebben over persen met een hydraulische pers. Je hebt hydraulische lage persen in meerdere soorten. Je hebt de staande modellen, zoals deze, en je hebt de tafelmodellen. Je hebt hydraulische lage persen met een perskracht van 4 ton tot en met wel 300 ton. Overschrijd nooit de maximale capaciteit. Bijvoorbeeld deze heeft 20 ton capaciteit. Als je nou 40 ton wil gaan persen, gaat het niet worden. Hierdoor kan lekkage ontstaan of verbuigingen van het hele apparaat. De hydraulische pers is geschikt voor het monteren en het demonteren van lagers. Natuurlijk kan je ook al andere dingen persen als het nodig is. Het inpersen en uitpersen van assen. Het buigen van buizen en andere perswerkzaamheden waar kracht voor nodig is. Voordat je begint, gebruik altijd genoeg bescherming. Bijvoorbeeld een veiligheidsbril en een paar goede handschoenen. Ik heb nu als voorbeeld genomen een lagertje van Dynamo. Dit is een Dynamo huis en we gaan het lagertje eruit persen. Dus we gaan even laten zien hoe het werkt. Voordat we gaan persen hebben we wel het een en ander nodig. We hebben in ieder geval een dop nodig. Die kunnen we hier plaatsen. Dat is zeg maar, om het lager eruit te kunnen persen heb je natuurlijk ook een contra nodig. Anders zou je het hele huis kapot persen natuurlijk. Deze zetten we zo op de pers. Hier hebben we een dopje, die zetten we hierin. Dan gaan we even laten zien hoe het gaat werken. Je draait eerst het kraantje dicht wat hier zit. Hier heb je de pomp, daar kun je mee gaan pompen. Dan pomp je tot zover en zoals je ziet pomp je eigenlijk het lagertje naar de rij. Je kunt door blijven pompen tot het lagertje er volledig uit is. Nu is het lagertje er volledig uit. Het lagertje zit nu in de dop. Hier hebben we het lagertje. Die hebben we nu eruit geperst. Zo, we hebben nu het lagertje eruit geperst. Er moet nu weer een nieuw lagertje in komen. Hier kan je de dop plaatsen zonder kracht op te vangen. Je zet hem weer op de pers. Het lagertje erop. Druk hem er alvast in dat hij goed recht zit. Dat is erg belangrijk. Een stukje erboven. Moet er precies bovenop zitten. Het kraantje altijd even dicht. En dan gaan we weer persen. En dan persen zo het nieuwe lagertje er weer in. Even kijken hoe ver die moet. Tot hier zat hij. En nu zit het nieuwe lagertje er weer in. Doen we deze weer open. Dan gaat hij omhoog. En voilà, het nieuwe lager zit er weer in geperst. Zo, we hebben nu een nieuw lagertje erin geperst in Dynamo huis. Zo'n lagertje heeft natuurlijk niet zoveel perskracht nodig. Je hebt natuurlijk lagers waar heel veel perskracht bij nodig hebt. Kijk alsjeblieft heel goed uit. Zet het er gewoon goed vlak onder. Werk veilig. Als je dat niet doet en hij springt iets weg, dan heb je echt een groot probleem. We hebben hier nog allemaal hulpstukken die je kan gebruiken als je gaat persen. Dit zijn speciale sets ervoor. Altijd handig. Heel veel verschillende maten. Super handig in gebruik. Ik wil nog een keer benadrukken, werk veilig met die hydraulische lage pers. Dit was het weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!